Ik kijk niet naar beelden van Hogeveen Zaterdag. Maar u ziet wel inderdaad Janno Heet, de assistenttrainer van Hogeveen Zaterdag. Want de nood is zo hoog bij Hogeveen dat men een beroep op Janno Heet moet doen. 2 december 2012 speelde hij voor het laatst. En dat was ook een invalbeurt toen uit bij RKHVV. Janno Heet, ooit een groot talent, inmiddels 38 jaar. Ja, de nood was dus hoog bij Hogeveen. 4 spelers geschorst, 2 geblesseerd. Ja, en dat was niet meer op te vangen, ondanks die brede selectie. Of was het wel op te vangen? Nicky Seijnen, ja, die deed eerder dit seizoen mee met Hogeveen Zaterdag. Kon het niet meer combineren op zaterdag. Kreeg overschrijving naar de zondag. Keerde dus eigenlijk terug in het tweede elftal. En tot zijn verrassing nu in de basis. Ja, hier een schot van Freek Tonen, de routine. Sinds Even Dreumer succes had bij Silvolde, probeert iedereen het bij Nick Borgman. Maar die trapte niet elke keer in. Hogeveen, het speelde uitstekend in de eerste helft. Kans en Rico Schonewille, die dus ook in de basis mocht starten. Ja, zo zagen we er dus wat nieuwelingen. En zeker op de bank. Thomas Reinders. Opnieuw Rico Schonewille. Dicht bij een treffer. En dan zitten we in de 10e minuut. Maar ga er maar eens goed voor zitten. Prima bal op Saber Hendricks van Lieven van Dijk. Saber Hendricks, oh, dat had hem toch moeten zijn. En dan hebben we een kwartier gespeeld. Daniel Manning rechtsback bij Hogeveen. Ja, de ene verrassing dus naar de ander. Saber Hendricks, prima actie. Hendricks, oh, en die gaat maar raken links naast. En Hogeveen gaat maar door. Ja, het was dus zwaar gehavend. Maar gek genoeg speelde het misschien wel de beste eerste helft van het hele seizoen. Thomas Reinders. Menno Heerkes. Dat is geen probleem voor de doelman. Jarik Veldmaat. Maar Hogeveen gaat door. Zwikker. Saber Hendricks rommelt zich weer vrij. Saber Hendricks! En opnieuw een uitstekende redding van Veldmaat. Menno Heerkes. Thomas Reinders. Zit in de 21ste minuut, houdt die bal net binnen. Reinders. Menno Heerkes. 1-2 met Saber Hendricks. Hendricks rommelt zich er dan tussendoor. En dan is het wel 0 tegen 1 voor Hogeveen. Een treffer die niet kon uitblijven. Ja, AWC, het wist het even niet waar het moest zoeken tegen Hogeveen. Eerder dit seizoen, en dat was de eerste speelronde, was het AWC dat de betere was in Hogeveen destijds in de eerste helft. Maar uiteindelijk wel verloor. En Hogeveen, het gaat verder. Hier een terugspeelbal en dan krijgt Hogeveen in de 16 meter van AWC een vrije trap. Saber Hendricks, wel snel uitgelopen trouwens, levert dus niets op. Thomas Reinders, die goed op dreef in de eerste helft. Björn Zwikker, prima bal op Lieven van Dijk en dan Björn Zwikker en wederom een redding van Veldmaat. Schonewille. Dicht die bal terug. In de kluts voor de voeten van Reinders. Dat moet het toch zijn? Nee hoor. Ja, Reinders, hij speelt natuurlijk uitstekend. Een ware plaag voor elke tegenstander. Maar dat scoren, dat is echt een verbeterpunt. Ja, en zo blijft het maar 0-1. Daniel Manning. Oh, Hendricks. Ja. En zo gaan we maar door. En is het dus nog steeds 0 tegen 1. Ja, en we kennen allemaal die oude voetbalwet. Shaki Mohamed. Björn Zwikker. Nou, wordt dit hem dan? Nee hoor, opnieuw naast. Ongeloof bij Hogeveen. Nou, dan eindelijk is het AWC. Daan Pauwels op Sava Kisir. Ja, en dat levert uiteindelijk dan toch niets op. Maar
het komt toch wat beter in de wedstrijd. Jon Reuvers. Ja, en dan de kans voor Boy Visser. Had hem beter kunnen laten gaan voor Freek Tonen. Goeie bal, Jon. Beseft hij zelf ook. Nick Borgman. Rijn dus op Enrico Schonewille. Enrico Schonewille. Nicky zijn er naast hem, maar Schonewille probeert het zelf. En wederom een uitstekende redding van de doelman. Ja, en zo is het dus slechts 0-1 bij de rust. Ja, en dan de tweede helft. Duel tussen Sava Kisir en Jackie Mohamed. En dan zegt scheidsrechter Jurie Pieters, dit is een strafschop. Ja, Hoogeveen, het had dus wel met 5-0 voor moeten staan. En dan dit, dan gaan we eens kijken. Ja, Jackie Mohamed grijpt hem heel licht om zijn middel. Nou, zeg het maar. Strafschop. Is het uiteindelijk Boy Visser die scoort. Ja, zo staat de wedstrijd op zijn kop. Is het 1-1. HWC dat de laatste drie wedstrijden won. Ja, en de eerste helft dus helemaal niets had in te brengen tegen Hoogeveen. Hoogeveen dat het zichzelf ook wel moeilijk maakt hoor. Dan hier Sabe Hendricks. Ja, is die niet door. Nou, scheidsrechter zegt van niet. Geel voor Nicky van der Groes. Dan 56e minuut. Sava Kisir. Krijgt hier de bal terug. Kisir. Daar is het een kansje voor AWC. Ja, Hoogeveen begon slordig te spelen. Begon ook te mopperen. En ja, dat kwam het spel niet ten goede. En doodzonde na zo'n uitstekende eerste helft. Daniel Manning. En dat is een prooi voor Veldmaat. Hé, hey, en daar loopt hij hoor. Jano Heet, zal het dan toch gebeuren? Gisteren hadden we het er gekscherend over. Jano Heet schiet Hoogeveen naar derde divisie. Nou, wie weet. Maar dan. Uitstekende redding weer van Borgman. Invaller Frans Stevens die de kans kreeg om AWC op 2-1 te brengen. Zitten we inmiddels in de 80ste minuut. Dan weer een diepe bal. Geen buitenspel. Dylan Bezuijen in de ploeg gekomen. Volgend jaar Hoogeveen zaterdag. Net als Enrico Schonewille. Saber Hendricks. Hendricks. En dan is het buitenspel van Zwicker. Ja, dan moet Hoogeveen misschien toch blij zijn met een puntje. 87ste minuut. Jon Reuvers. Langzaam die kreeft. Legt die bal dan terug. Freek Tonen, de ervaren rot. Freek Tonen, bezig aan zijn afscheidstournee. En die schiet AWC naar een 2-1 verre voorsprong. Ongelooflijk, gezien het spel in de eerste helft. Wat een domper voor Hoogeveen. En Freek Tonen. Ja, hij scoort weer. De hele wedstrijd zag je hem eigenlijk niet. En hier wederom een kans voor Frans Stevens. Maar in de handen van Nick Borgman. En zo leeft Hoogeveen nog enigszins. Krijgt er nog een vrije trap. Ver in de blessuretijd. Nick Borgman die gaat dan mee naar voren. Menno Heerkens achter de bal. Kopballetje van Lieve van Dijk. En die levert niets op. Nou, absolute slotfase. Menno Heerkens. En dan is het afgelopen. En verliest Hoogeveen met 2-1. Ongelooflijk na zo'n goede eerste helft. Maar goed, de opdracht volgende week tegen Dem blijft hetzelfde. Winnen. En dan staat men bovenaan en heeft men met nog één speelronde te gaan. Alles in eigen hand om het kampioenschap binnen te halen. Het belooft dus een waar spektakel te worden volgende week. Zorg dat je erbij bent om 2 uur op het Bentingspark.